Marianne is eigenlijk gelijk met mij begonnen met fietsen. Dezelfde tijd. En Marianne was nog niet gerechtigd om wedstrijden te rijden, maar ik al wel. Is er een tijd geweest dat je haar uit het wiel kon fietsen? Nou, in het begin reden wij samen naar de training en dan reed ze achter mij. Maar dat is passé. Ik heb nooit gedacht van ik zal wel eens prof worden. Want voor mij was het eigenlijk een overwinning als ik in het peloton finishte. Maar toen ze bij de nieuwelingen junioren, bij de elite vrouwen al mee in de grote wedstrijden in Limburg mee ging doen. Toen reed ze naast Mirjam Melchers en Leontien van Morsel. Hoe is dat voor jou geweest? Want de successen die volgen elkaar steeds sneller op allerlei verschillende gebieden. Het maakt niet uit of het in het veld of op de weg of in een tijdrit of in de bergen. Ik heb daar wel ook mee moeten leren. Het was allemaal heel leuk, maar het is allemaal heel snel gegaan. Ik zelf heb ook even een slechte periode gehad. Gewoon omdat de media-aandacht enorm gegroeid was. En ik kon dat even niet handelen, zeg maar. Ik ben in 2007 heb ik een terugslag gehad, heb ik een psychose gehad. Ik zat op het hbo, maar ik was gewend les te krijgen. En dat ging niet goed. Mijn rijbewijs, dat ging niet. Want schakelen en kijken, dat ging niet. En ja, toen ging het even fout. Maar ik ben op zich, het is niet leuk dat het gebeurd is, maar ik ben er wel sterker uitgekomen. In de winter was Cor Vos, de fotograaf, was een keer bij mijn zus. Hij zegt, fotografeer jij ook? En toen zei mijn zus, ja, fotografeer. Hij heeft een Pentax van mij gekregen. En ja, zou je het leuk vinden om een fotoworkshop bij mij te doen? En dat is het begin van de fotocarrière geworden. Attention! Ik ben blij dat het zo gaat zoals het nu gaat. Dus, het is niet alleen een hobby meer, hè? Nee, het is een levensstijl geworden. Mag je wel zeggen. Sportfotograaf Anton Vos. Ja, dat klinkt wel heel mooi. Ja. De drukte en de camera's, daar leer je mee omgaan. Maar de eerste keer was dat gewoon eventjes te veel. En het is nu gewoon way of life en ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Dus dat is wel fijn. Sterker nog, je staat nu aan de andere kant van die camera's. Ja, ik doe het zelf. En het gaat heel goed. Ik doe voor een agentschap foto's maken. En een heleboel ploegen nemen mijn foto's ook af, dus daar ben ik heel blij mee. Het is een klein wereldje en iedereen kent elkaar. En daarom is het gewoon fijn om bij het vrouwenrennen te werken. Ze zeggen tegen mij dat ik in iedere stad een ander schatje heb. Maar je hebt er veel leuke kennissen en vrienden bij overgehouden. We waren echt Dat is de laatste wagen. En mijn vaste verkering heb ik nog niet. In het begin dat ik ging fotograferen, je ziet door een camera zie je de wedstrijd heel anders. Ik heb ook wel eens dat ik een camera gewoon thuis laat en dat ik gewoon de wedstrijd ga kijken, maar dan zie je het heel anders. In het begin was de belangrijke foto dat Marianne winnend over de streep kwam. Maar toen was ik te supporter om een scherpe foto te krijgen. En nu is dat. Ben ik een beetje professioneler geworden, kan ik een scherpe foto maken, ook van het juiste moment van Marianne. Dus dat is wel mooi. Marianne Vos, wie is het zien? Yo, top, Marianne Vos! Je zus heeft gewonnen, ben je trots? Ik ben heel trots, ja. Ja, en de foto is ook goed gelukt. Ja, is scherp erop? Hij staat scherp op. En het was niet zomaar een overwinning, het was met lengtes. Dus ik ben heel tevreden. Ja, stop. Ik hoop dat hij vandaag voor mijn finish ook nog een plaatje heeft. Dat gaan we zo zien. Laat eens kijken, Anton. Is die mooi of is die mooi? Jongen. Een gat op de rest van het veld. Anton is natuurlijk weer eens verschrikkelijk trots op jou. Ben je ook trots op hem? Ja. Nou ja, heeft hij weer prachtige platen geschoten. Marianne Vos, zie ik een extra prijs. Ik ben er, 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 ik ben er